Antwerpen, stad aan de Schelde. De rivier is de economische ader van de stad. De haven is na Rotterdam de grootste van Europa. Maar de haven van Antwerpen verschilt op een cruciaal punt. Het is een open haven. Waarbij je open kaders hebt die ook toegankelijk zijn voor mensen die niet bij de haven werken. Het is enorm snel toegankelijk. Langs de weg, per spoor, binnenwateren. Dat is dermate groot, dat is niet te beveiligen. En in tweede instantie is het zo dat de Antwerpse haven, en dat is een historisch feit, dat de fruithaven is. En men kan dat dus niet perfect afsluiten, dat is gewoonweg onmogelijk. En ja, een open haven, in tegenstelling tot Rotterdam, die een gesloten haven is, heeft dit evident veel moeilijker naar beveiliging. En het is uiteraard geen geheim dat er op die fruitschepen vanuit Latijns-Amerika, vanuit Colombia, Ecuador, Panama, dat daar vooral de partijen cocaïne op worden verstopt. Open havens. Overdag is het lastig om op terreinen te komen, maar 's nachts gaan de poorten open. Deze twee jongens lopen ongehinderd een terrein op waar containers worden geladen. De jongens lijken wat te zoeken en kijken wat rond. Drugscriminelen kiezen graag voor dit soort open havens. Daarom laten ze de goed beveiligde haven van Rotterdam vaker liggen en kiezen ze voor Antwerpen. Vervolgens gaat bijna alle coke die in Antwerpen binnenkomt, 95%, alsnog via Hazeldonk de grens over naar Nederland. Ja, dat heeft ermee te maken waar de belangen liggen. Wat je ziet is dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij die invoer. En dan is het ook logisch dat je de cocaïne naar Nederland wil hebben. Als wij tijdens onze onderzoeken hogerop geraken in de criminele ladder, dan stellen we vaak vast dat wij in Nederland terechtkomen. Omdat daar de know-how en ook de organisaties samen zitten die deze handel controleren. Dat is zo voor de cocaïne, maar dat is ook zo voor de heroïne, dat is ook zo voor de synthetische drugs. Dus het is vanuit Nederland dat het vaak wordt aangestuurd, wordt georganiseerd. En hebben jullie die groepen goed in beeld? Daar hebben we een goed zicht op, ja. Waarom zijn ze er dan toch nog steeds? Nou ja, zicht hebben op, dus zeg maar de informatiepositie, die kan goed zijn. Zonder dat je daarmee meteen iedereen kan oppakken. Cocaïne, illegaal exportproduct nummer 1 vanuit Colombia of een ander Latijns-Amerikaans land. Het meeste komt via Spanje of Portugal binnen. Nederland en België volgen daarna. Maar door een betere beveiliging van Rotterdam wijken de drugscriminelen uit naar Antwerpen. En als de drugscontainers aankomen in de haven, staan georganiseerde bendes klaar die geraffineerd te werk gaan. Het is zo dat Antwerpen krioelt van de uithaalfirma's. Dat zijn criminele netwerken die worden ingeschakeld om die heikele klus van de cocaïneuithaling uit te voeren. De drugs worden uitgenomen, over de draad worden gekipperd, want de containertuinel is hermetisch afgesloten. Daar kan niemand zomaar binnen en buiten wandelen. Over de draad worden gekipperd en dan aan de andere kant van de draad iemand staat met de camionet om de tassen daarin te... En het hazenpad te kiezen. Dan zitten de Nederlanders of de Nederlandse groeperingen meer in het transport. Die faciliteren vaak de Colombiaanse of Mexicaanse kartels, zien we ook tegenwoordig. Faciliteren de kartels in het transport. Ja, als je weet dat een loopjongen die cocaïne moet uithalen, als die winsten worden voorgespiegeld van 10 of 20.000 euro of meer om een partij cocaïne uit te halen. Maar wat we ook zien is dat die groeperingen elkaar weer gebruiken, omdat de ene groep heel goed is in het eruit halen, de ander goed is in het zeg maar organiseren van het transport. En die groepen maken van elkaars expertise gebruik. Ik denk dat de cocaïnezwendel dat een enorm groot probleem blijft. Louter en alleen omdat dat een van de criminele fenomenen is die het meest geld opbrengt. En dat is het verhaal van de kat bij de melk. Dus dat lokt criminele groeperingen aan. Dus het probleem is inderdaad groot. En in Antwerpen worden we daar bij uitstek mee geconfronteerd. Ook in Nederland trouwens. Ja. Geschat wordt dat in Nederland en België 100.000 kilo cocaïne in totaal wordt binnengevoerd op jaarbasis. Een deel daarvan wordt gepakt. In 2009 werd er 3,6 ton onderschept, in 2010 5,5. Een jaar later steeg dat met een ton tot 6,5
En in 2012 staat de teller op 17,3 ton. Nog eens 10 ton was onderweg naar Antwerpen, maar werd eerder al onderschept. Dit is het rummage team van de douane. Zij onderzoeken zeeschepen op cocaïne. Het team staat op het punt de haven in te trekken en schepen onverwacht te controleren. We mogen ze alleen niet volgen op een schip, omdat geen enkel schip ons toestemming geeft om te filmen. Het rummage team wordt aangestuurd door de opsporingsdiensten van de douane. Maar op de douaneorganisatie is veel kritiek. Zo bestaat de afdeling die zich met drugsopsporing bezighoudt maar uit 5 man. Het is heel weinig, ja. Het is eigenlijk belabberd. Ja, belabberd. Het is een kwestie dat wij daar meer mensen moeten gaan opzetten. Dat is een van onze prioriteiten. Maar dat wordt ook al langer gezegd, dat dat een van de prioriteiten is. Ja, waarom is dat dan nog steeds niet gebeurd? Ja, omwille van allerlei omstandigheden uiteraard. Maar is het een geldkwestie? Budgettaire beperkingen enzovoort, ja. Ja, ik kan daar niet over oordelen hoe de douane in Antwerpen het probleem aanpakt. Dat is zeker niet genoeg. Het is toch vooral de douane die op de goederen werkt en de politie die op de personen werkt. Maar laten we eerlijk zijn, dan blijft 5 man voor uw organisatie met zo'n groot gebied toch veel te weinig? Dat klopt. Hoeveel heeft u er nodig? Misschien dubbel zoveel, hè? 10? 10, ja. Ja. Ja, dat heb ik u wel aangegeven. Ik kan daar moeilijk een oordeel over geven, omdat ik daar onvoldoende kennis van heb. Als je weet dat er op een groot schip, een grote vessel, meer dan 14.000 containers kunnen, en als je weet dat de controle van een container via de scan, hè, dus dat is de scan die kan controleren op illegale goederen, als je weet dat 1 container 5 minuten in beslag neemt om door de scan te laten gaan, dan weet je dat het onbegonnen werk is om alle containers te controleren. En dit is een van die 2 scanners. Daar moet de hele haven het mee doen. 4 miljoen containers gaan er per jaar doorheen. Maar dat is nog niet eens 1% van alle containers die de haven binnenkomen. Vooraf wordt bepaald welke container door de scanner moet. Op basis van herkomst en vrachtbrieven. Maar zelden wordt er drugs mee gevonden. Een tijdje terug vonden ze wel deze auto's in een container vol autobanden. Het rummage team en de scanners vinden maar een paar procent van de drugs die in de haven wordt gevonden. De rest is op basis van onderzoek. Hardop hoor je het de mensen niet zeggen, maar de kritiek van buiten en binnen de douane is fors. De organisatie is volgens hen verouderd en moet hoognodig geprofessionaliseerd worden. Daar ben ik niet mee akkoord. Daar ben ik hoenaamd niet mee akkoord. Dat is een ten onrechte bewering. Moest men die douane uitrusten, ook bemannen in een voldoende mate, nu is dat toch wel een probleem, dan zou die slagkracht ook groter zijn. Je moet dat niet geloven, hè. Het is geen zeef, hè, ons controlesysteem. Nou, het is niet aan mij en ik kan ook niet goed beoordelen hoe de situatie daar is. Maar u werkt met ze samen? Wij werken samen met de politie- en justitieautoriteiten. Die samenwerking is goed en op basis daarvan pakken wij ook gezamenlijk de zaken op. Ik kan niet goed beoordelen of de autoriteiten daar voldoende samenwerken met de douaneautoriteiten. Dat is iets wat wij niet zien. Wat de douane betreft hebben wij samengezeten met de douane. Dit is eigenlijk nieuws vrij vers van de pers. En op begin januari zullen wij gaan samenzitten met de top van de douane. Dus met de top van de douane in Brussel, de Belgische douane in Brussel, om te bekijken hoe wij samen slagkrachtiger kunnen worden. Dus het is niet zo dat wij de schouders laten hangen. Nee, we proberen ook structureel een aantal vragen te stellen en die samen met de douane te verhelpen. Maar dat u dat doet, geeft natuurlijk wel aan dat er op dit moment iets aan schort. De samenwerking zoals ze is, die is goed, maar het is zo, door het gebrek aan mankracht wordt er misschien te weinig gecontroleerd en er zou meer gecontroleerd moeten worden. Maar x aantal mensen kunnen maar verantwoordelijk zijn voor x aantal controles. Dus als je het aantal mensen verhoogt, kun je meer controleren en daar zit zeker een win voor ons, denk ik. Ja.
De haven van Antwerpen is zo groot als 26.000 voetbalvelden bij elkaar. Jaarlijks komen zo'n 15.000 schepen de haven binnen. En die vervoeren 8,6 miljoen containers. Het zijn maar een paar plekken waar drugs vaak wordt aangetroffen. De twee hotspots, het Delverde-dok in het noorden. Hier zit de grootste rederij, MSC, met een aparte containerterminal. Het krijgt veel schepen vanuit Zuid-Amerika. Maar absolute nummer 1 is de fruitkaai. Cocaïne in bananendozen, uitgeholde ananassen, het zijn de klassieke methoden. Hier staan zwaar bewapende criminelen klaar om de drugs uit de containers te vissen. Het wordt ons afgeraden het gebied rond de fruitkaai in te gaan vanwege de veiligheid. Maar omdat we met de scheepvaartpolitie niet mee mogen, doen we het toch. De politie surveilleert te veel. En je kunt er zelfs worden opgepakt met een schroevendraaier op zak. Als je in de Antwerpse haven s'nachts op een fruitkaai, op een cocaïnegevoelige kaai zoals wij zeggen, als je daar wordt gesnapt met materiaal dat dienstig is om cocaïne uit te halen, dan word je gearresteerd, word je aangehouden en kom je aangehouden voor de rechtbank op basis van bendevorming. En onderweg naar de fruitkaai is het al raak. We zien twee jongens lopen. De eerste op een donkere plek, de andere bij een ingang waar containers staan. Maar in eerste instantie volgden we een auto die ons eerder opviel. We denken dat we hem zijn kwijtgeraakt totdat we hem langs de waterkant zien rijden. Hij krijgt ons door en dooft zijn voorlampen. We rijden rustig naar de waterkant. Omdat ons eerder al is gewaarschuwd voor deze plek, nemen we geen risico en volgen we hem niet verder. Even later worden wij zelf staande gehouden, omdat de politie ons busje met het Nederlands kenteken opvallend vindt. De recordvangst in de haven van oktober kwam ook binnen via de fruitkaai. Er werd toen 8000 kilo cocaïne gevonden, verstopt in bananendozen. Daarbij was ook een man uit Waalwijk betrokken. Het kan nooit zonder hulp van binnenuit. Het probleem van corrupte havenarbeiders is groot. Maar bij de recordvangst van 8000 kilo was er een douanier bij betrokken. Oh ja, dat is altijd pijnlijk. In geen enkele organisatie gaat men dat graag hebben. Hè? Ja, daar is sprake van corruptie. Dat is een fenomeen waarvoor wij bijzonder alert moeten zijn. Het is het verhaal van de kat bij de melk. Criminele organisaties spiegelen die personen, die overheidsambtenaren of die havenarbeiders, grote criminele winsten voor. Het kan altijd. U kunt nooit niemand... het kan bij iedereen gebeuren. Het kan bij u gebeuren, het kan bij mij gebeuren. Is het bij u wel eens gebeurd? Nee. Zeker en vast niet. Bent u wel eens aangesproken door iemand die vroeg van, kunt u wat... Nee. Waar het om gaat is natuurlijk dat bij zo'n transport je eigenlijk altijd wel informatie van binnenuit nodig hebt. Binnen de douane niet, nee. Maar ook niet van mensen... van bepaalde havenarbeiders. Want daar is het inderdaad blijkbaar toch wel... worden heel veel benaderd. Wij moeten daar een streng beleid tegenover stellen, strenge gevangenisstraffen, in de hoop dat dan die personen twee keer nadenken en hun bijstand niet leveren aan die criminele verenigingen. Dat is een strijd die we blijvend zullen moeten voeren. En waarom denk ik dat het een maatschappelijk probleem wordt? Omdat heel veel meer en meer mensen in financiële moeilijkheden komen. Ja, en als je dan intrapt en inloopt, het ene keer gedaan hebt, ja, dan kun je niet meer terug. Het probleem kan nog wel eens veel groter worden, zegt u eigenlijk. Niet alleen in België, ik denk gans Europa. Mama, let op. Het is nogal een vrij groot kasteel met redelijk wat ruimtes in. Eerst meten, dan pas binnengaan. Ja, ik doe verder de coördinatie. Goed, stel voor dat we ons klaarmaken en vertrekken. Het rummage team is aangekomen bij de terminal waar het schip voor anker ligt. In Antwerpen werken politie en douane apart. In Nederland werkt alles samen. Dat zijn de HARC-teams. Die worden gezien als effectief. Een schoolvoorbeeld voor hoe de slagkracht in de Antwerpse haven vergroot kan worden. Wat ik zie is dat de aanpak in Nederland zoals wij hem kennen, en met name die multidisciplinaire aanpak, waarbij de douane samenwerkt met de opsporing en met justitie,
dat die aanpak erg goed werkt. Kijkt u nooit met jaloezie naar hoe het in Rotterdam geregeld is? Men beweert altijd... in Nederland zegt men altijd, het is beter geregeld in België. En in België zegt men, het is beter geregeld in in Nederland. Ik denk dat de intentie is van alle landen om het goed aan te pakken. En op dit moment denk ik dat wij heel tevreden kunnen zijn met de aanpak zoals wij hem hebben. En dat maakt ook dat wij ook de verplichting hebben om ook met andere landen samen te werken. Om die successen die wij behalen ook met de andere landen te delen. Daar zijn wij niet meteen vragende partij voor. De staatsstructuur laat dat niet toe. Dat is, Maar zou dat niet wenselijk zijn? Dat zou misschien wenselijk zijn, ja. Ja, we kunnen discussiëren over structuren. Dus in Nederland heeft men een andere structuur dan bij ons. Ja, is dat een gevoelig punt? Nee, dat is niet meteen een gevoelig punt. Het is niet dat wij jaloers zijn op die harkteams in Nederland. Ik denk wel dat zij efficiënt zijn. Enfin, ik moet de rekening niet maken van de Nederlandse harkteams. Maar onze structuur is anders. Eerder zeiden we al dat 95% van de coke naar Nederland gaat. Een goede samenwerking tussen Nederland en België lijkt vanzelfsprekend. Vroeger was het dramatisch, nu gaat het steeds beter. Maar nog steeds is er veel ruimte voor verbetering op het vlak van samenwerking tussen Nederland en België. Dat is een oud zeer, hè. Laat ons eerlijk zijn. Niet wat het zou moeten zijn. Ja, ik ga jullie niet, zeker niet meer stenen werpen. Ja, die samenwerking die is goed. In bepaalde onderzoeken, case by case, wil dat wel lukken. Maar van een echt structurele samenwerking kunnen wij anno 2012 nog altijd niet spreken. Dus in het verleden verliep dat vaak moeizaam. We kunnen niet anders dan dat vaststellen. Tegenwoordig verloopt dat vlotter. Omdat men redeneert, ja, we hebben onze capaciteit al hard genoeg nodig voor de onderzoeken die hier in Nederland, wat ik ook begrijp, laat dat duidelijk zijn. Maar hoe vaak is dat gebeurd ongeveer in het verleden? Dat wat? Daardoor drugstransporten bijvoorbeeld vanuit België, waar de Belgische autoriteiten tips over hadden, doorgegeven hebben aan de Nederlanders, dat Nederlanders ja, dat hebben laten lopen? Dit is bij herhaling gebeurd. Dat is onzin. Nee, dat was, ik zou bijna zeggen, standaard. En ik spreek nu over een periode die, ik koppel nu 20 jaar terug, was dat redelijk standaard, dat het bijna ondenkbaar was dat je rechtshulpverzoeken, om dus Nederlandse bijstand te krijgen in bijvoorbeeld Belgische onderzoeken, dat gegarandeerd onderaan de stapel kwam te liggen. En dus, want Nederland had toch geen interesse? Nederland keek naar zijn eigen prioriteiten. Daar viel gewoon niet mee te werken? Daar viel niet mee te werken. Dat valt nogal mee. Zulke uitspraken zullen jullie van mij vandaag niet horen. Maar de Nederlandse politiestructuur was behoorlijk strak, was behoorlijk rigide. Ga ik niet op antwoorden. We zijn er zeker nog niet. En waar ligt die ruimte voor verbetering? Op alle vlakken. Omdat het probleem internationaal is, gaan er al langer stemmen op voor internationale haventeams. Dat ligt zo voor de hand dat wij daar dezelfde problemen delen, zeker in zo'n regionale context. En dat het dus van het grootste belang is dat wij bij wijze van spreken teams vormen, één team vormen, om inderdaad die fenomenen te counteren. Want er zijn deelaspecten die zich bij ons effectueren en er zitten deelaspecten die zich in Nederland effectueren. Maar het gaat wel over dezelfde organisaties. Ja. Er moet inderdaad meer structurele samenwerking zijn op vlak van expertise, op het vlak van informatieuitwisseling, op het vlak van concrete onderzoeken. Want we stellen uiteraard vast, die internationale cocaïnecriminaliteit die is grensoverschrijdend. Die beperkt zich niet tot een groepering in België of in Nederland of in Italië. Nee, er moet daar meer samenwerking zijn. Ja, de vraag is of internationale haventeams iets oplossen. Ik denk dat het hangt er een beetje vanaf wat je daaronder verstaat. Ik denk dat een team, een haventeam zoals wij het nu kennen, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, met de kennis van de Rotterdamse haven, en dat is weer een specifieke haven, dat team niet één op één in de Antwerpse haven hetzelfde werk kan doen. Maar dat moeten we in de toekomst meer doen. Het is alleen door een goede samenwerking op al die vlakken, expertise, informatieuitwisseling en concrete onderzoeken, dus door een goede samenwerking, dat wij efficiënter kunnen zijn en dat wij dat fenomeen beter te lijf kunnen gaan. En natuurlijk is het van belang om de ervaringen die wij hebben, om die ook te delen met andere landen. En alleen daarmee kunnen we het probleem oplossen, omdat
we anders het probleem krijgen dat het via de andere kant alsnog Europa binnenkomt. Dus daar moet nog wel aan gewerkt worden? Daar zullen we op investeren om die samenwerking die er nu al is, om die ook op die gebieden verder uit te werken. Antwerpen, internationale drugshaven waar men niet goed was voorbereid. Ja, dat denk ik wel, ja. Eigenlijk wel, we zijn overvallen. Het is een enorme toename geweest de laatste jaren. Met corruptie, veel te weinig man op drugs en open structuren. Een oorlog winnen, die illusie maak ik mij niet. Landsgrenzen als voordeel voor criminelen. Wij moeten ook elkaar vinden in een gemeenschappelijke aanpak, want onze beide samenlevingen zijn ondertussen aan het bloeden omwille van die criminele activiteiten. En is het in Antwerpen goed geregeld, dan verplaatst zich het probleem. Dus het is een gezamenlijke aanpak die alleen dan effect kan resulteren als je daar ook gezamenlijk gelijktijdig begint te drukken. Hoe goed we onze controles in Nederland ook op orde hebben, de cocaïne blijft komen via de achterdeur.